NV Grasalco heeft afgelopen zaterdag haar plantvermeerderingsbedrijf in Phytroplants Grasalco geopend. Het bedrijf maakt plantmateriaal aan middels biotechnologie, waarbij de weefselkweekproductie of het vermeerderen van de planten in het laboratorium wordt gedaan. Voordat dit bedrijf een feit werd. De districtscommissaris van Kommerwijnen, Ajay Kali, vindt de opzet van het bedrijf in dit district een geweldig initiatief van Grasalco. Volgens Permila Bisumbar, general manager van In Vitro Plants Grasalco, produceert dit laboratorium op jaarbasis 8 miljoen planten. De focus van het bedrijf ligt op de export naar het buitenland, zegt Bisumbar. We focussen op drie typen of categorieën planten. De eerste is voedselgewassen. Dat is meer bestemd voor Latijns-Amerikaanse landen, Midden-Amerika, Caribisch gebied en natuurlijk ook Suriname. Tweede categorie is sierplanten. Sierplanten, ik heb een aantal voorbeelden daar van een aantal sierplanten die, waarmee we bezig zijn of nog bezig gaan zijn. Sierplanten is meer bestemd voor de Nederlandse markt en in een latere fase voor de Amerikaanse markt. En dan derde categorie zijn het de planten bestemd voor rehabilitatie van de uitgemeende gebieden. Dan gaat het meer om verschillende boomsoorten. Volgens Sergio Akimboto, voormalig directeur van Grasalco en minister van Natuurlijke Hulpbronnen, is dit een bijzonder moment voor Suriname. Dit bedrijf heeft laten zien dat wij als land kunnen bewijzen dat wij in staat zijn met elkaar grote dingen te doen, zegt Akimboto. Als we kijken naar wat is aangegeven, we hebben grote vraag van in Nederland. We streven ernaar om eind van dit jaar te beginnen met de export. Duizenden containers, wat men heeft gevraagd aan planten voor de sierteel, voor de sierindustrie. Het is een big business. Als ik u mag vertellen, zelf het sierteelplant van ananas is duurder dan het gewas zelf. De mogelijkheden zijn regio. De wereld vraagt ernaar. We moeten ervoor gaan en ik vertrouw erop. Het feit dat het materiaal van In Vitro Plants vrij is van virussen en bacteriën, vindt Rabin Parmisser, minister van LVV, geweldig. Mensen staan er niet bij stil. Hoeveel efforts wij nu plegen als land, dat datgene wat u hebt in deze richting ook tot de consument komt. Recent hebben wij het alarmerend bericht uit Guyana gehad. En het kost ons enorm veel efforts, daar waar we al mee bezig zijn, om onze bevolking te beschermen. Dat is dus Rabin Parmisser, minister van LVV. En daarvoor zag u Sergio Akimboto. Hij was voormalig directeur van Grasalco en momenteel minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Ze spraken afgelopen zaterdag tijdens de opening van het plantvermeerderingsbedrijf In Vitro Plants Grasalco in het district Kommerwijnen.